AHC ontvangt de treffers uit Groesbeek dat hier een hoekschop krijgt via Van der Beek. En de bal wordt overgekopt door Balkenstein. Het is de eerste mogelijkheid in dit duel in Hardenberg. Twee ploegen die elkaar natuurlijk al eerder troffen dit seizoen in Groesbeek. Dat won AHC met 3-1. AHC hier via Schmid met de eerste gevaarlijke aanvallende actie in de 18e minuut van de wedstrijd. Deze hoekschop komt van Kobussen. En die draait die bal, ook al omdat Balkenstein mis zit, in één keer de bedoeling van de treffers. Maar let op de plek waar de bal ligt. Deze treffer had nooit geteld mogen worden. De bal hoort in of op de rand van de driehoek bij de hoekvlag te liggen. Het is niet geconstateerd door de arbitrage, hoe dan ook. Het staat 1-0 voor HHC. Vlak voor rust krijgt de thuisploeg nog een goede mogelijkheid. Via Hemmink. Maar dit keer is Cornelis de doelman van de treffers, de sterkste van de twee. De ruststand 1-0 in het voordeel van HHC. Dit een klein kwartier gespeeld in de tweede helft en een uithaal van Van der Beek. Hij, een van de mensen die tussentijds overkwam van het in nood verkerende Achilles 29, is gevaarlijk voor de treffers. Dat niet alleen, de treffers is een stuk sterker geworden dan in de eerste helft van de competitie. Dit is een andere ex-Achilles 29 speler, Verstegen. En die botst op Danes. Verstegen heeft al geel. Naar mijn oordeel is dit een ongelukkige botsing, hoe dan ook. Daar denkt Van der Eyck anders over. Die geeft Verstegen zijn tweede gele kaart. En die moeten dus vervolgens af met rood. Toch krijgt de treffers vlak voor tijd nog een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. En die zou het in ieder geval hebben verdiend. De voorzet van Van Riel. Balkenstein. Koppel op de paal. Danes geklopt. Maar het blijft bij 1-0 voor HHC. Dat wint met een hoop geluk vanmiddag dit thuisduel.